in hierdie gedeelte gaan ons kyk wat ekonome bedoel as hulle van vraag praat. Nou dit gaan ons doen aan die hand van die definisie van vraag. Nou voordat ons by die definisie van vraag kom, as ek die term definisie gebruik, moet dit soort van 'n vlaggie hier by jou laat opkom. Onthou, definisie bestaan uit sekere kernwoorde. En daai kernwoorde vorm, om 'n spesifieke rede, maak dit deel uit van die definisie. Wat is die kernwoorde in die definisie? Wel, kom ons gaan kyk. Wat sê ekonome is definisie van vraag? Hulle sal sê, dis die hoeveelheid goedere en dienste wat potensiële kopers bereid is om te koop en in staat is om te koop. So hierdie definisie van vraag bestaan uit 4 elemente. Hoeveelheid goedere en dienste, potensiële kopers wat bereid is om te koop en in staat is om te koop. Ons gaan hierdie definisie dan van nader beskou in die volgende afdeling, en as ons dit eers gedoen het, sal ons in staat wees om te onderskei tussen vraag en twee begrippe wat ons vroeger mee te doen gekry het, namelijk behoeftes en begeertes. Ons gaan kyk 'n bietjie.